Zoals ik dus al zei, we zijn op de helft van ons middagprogramma. Oh. Martin, even wachten. Wat zeg je, Klaas? Even wachten. Even wachten, ja. Om ongeveer 5:10, nieuwe avonturen van Suske en Wiske. Oh, leuk zeg. Nee, maar nu eerlijk. De jeugdspelshow van de Tros, dit is Ren je Rot. Had ik het al goed. Voor de 34e maal de spelshow voor België en Nederland, Ren je Rot. Speciale gasten, de heer Haak van de Overloop en Rini van der Lee. Ren je rot met Martin Brosius. Hallo, hartelijk welkom. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Hartstikke leuk. Oh ja, thuis ook natuurlijk. Bijzonder hartelijk welkom bij de 34e aflevering van Ren je... Nederweert met Paul Vissers, Erik Sentjens, Lianne Verheijen, Karin Schrooien en Gerard de Vries. En voor de burgemeester Toornstraat School uit Hattem spelen mee Emile Dubuy, Nico Boscha, Marcus van Riesen, Annette Sanders en Femi de Vries. De Lambertusschool een cassette recorder of voor de burgemeester Torenstraatschool een diaprojector. Nou, dat is even wat. Ik ga jullie even begroeten. Dag Paul, dag Erik, dag Lianne, dag Karin, dag Gerard van de welke school? Ja! Ah, dat zei Klaas al. Nee, maar waar vandaan? Uit! Nee! Lekker wat zwaaien. Dag Emiel, dag Nico, dag Marcus, dag Annette, dag Femi van de burgemeester Torenstraatschool. Ja, ja, goed, ja, ja. Je ziet er wel lekker uit, hè? Dit is echt wat je noemt een kostuum uit deze tijd. Ja. Maar welk kostuum kwam uit de tijd van Johan de Wit? 1. Hoi. Nou, kijk eens al. 2. Nou, dat ziet er ook goed uit. 3. Nou, jullie zoeken het maar uit. Ren je? Ja! Uit de tijd van Johan de Wit, jongens. Schrijfbaar. Haha, dat is lekker. Uitstekend. Goed, met z'n allen een bal. Nou, dat is een lekker begin. Ja, ik kwam al daarnet, kwam ik hem al tegen. Hallo. Goedemiddag. Kunnen jullie hem zien? Nou, misschien... Nou, Hanneke, jullie weten wat... Dit is Hanneke, jongens. Die kunnen jullie goed zien, hè? Ja. Dat is gewoon leuk. Dag, Hanneke. Ja, we zullen kijken of we hem thuis ook wat van dichterbij kunnen zien. Kijk, hij zit nou een beetje aan de kant van de planten. Ik wil hem even uithalen. Ja, kan dat? Ja, dat gaat wel. Kijk eens even, jongens. Oh, maar dat is een mooie. Dat is een mooie. Hij druipt nog een beetje. Nou, dat zien jullie zo. Dat is een schildpad. Maar wat voor schildpad? Dit is een matta-matta, oftewel een franje-schildpad. Een franje-schildpad? Hey, kijk uit hoor. Ja, bijt hij dan? Ja, hij kan goed bijten. Oh nee, maar ik ben helemaal niet bang. Ja, hij bijt niet. Hij heeft een leuk koppie, hè? Ja. Nou, dat is toevallig een pootje. Ja, hoor. Weet ik, maar je zei dat hij bijt, dus ik denk, ja, oh zie je? Ja, hij doet heel gek. Ja, hij kan razendsnel zijn. Ja. Maar hij is dus heel bizar van vorm. Ja, prachtig. Ze komen uit Zuid-Amerika, ja? Uit de oerwoudkreken. En daar blijven ze doodstil liggen. Ze hebben dus een enorme camouflage, zo te zien. Dan wacht hij zijn prooi rustig af totdat er een visje langskomt. En dan is het... doet hij zijn bek open en dan zuigt hij gewoon die vis naar binnen. De meeste waterschildpadden die zwemmen dus hun prooi wel achterna. Maar deze is dus echt... Deze blijft gewoon rustig in de kreek zitten. Ja. En dan ze voer komt zelf naar hem toe. En dat kleine slurfje daar vooraan, ja, dat is zijn neusje, een soort snorkeltje. En waar bijt hij nou mee? Nou, met zijn bek natuurlijk. Oh, nou zie ik hem, ja. Ja, je ziet hem wel. Hij grijnt. Ja, het is net of hij lacht. Maar ik geloof niet dat hij zijn bek open moet doen, hoor. Doe jij maar rustig aan, jongen. Maar hoe dan ook, het is een reptiel. Het is een reptiel, ja. En daar gaat namelijk de vraagstelling zo direct over. Ja. Wat zullen we doen? Zullen we hem in zijn badje neerleggen? Ja, weer? Hij vindt het wel eigenlijk plezierig. Ik geloof het wel, hè. Want het is tenslotte een waterschildpad, hè. Hebben wij die in Nederland ook? Nou, toevallig eentje. Maar heel zeldzaam in Zuid-Limburg. Oh, in Zuid-Limburg? Ja. Hij zwemt inderdaad. Prachtig. Nou, oké, Hanneke, hartstikke leuk dat je hier bent geweest. Ik ga er meteen een vraag over stellen. Dag. Tot ziens. Ja. Hoi.
Nou ja, oké, okay, we weten dus dat een schildpad is een reptiel. We hebben hier in Nederland nog 8 reptielsoorten. Maar hoeveel waren dat er in het begin van onze jaartelling? 1. 34. 2. 8. 3. 200. Ren! Ja? Dat weet ik een hele tijd geleden, bij het begin van onze jaartelling. Dan hadden we er 8, ja. Heel goed, Emiel. Lekker hoor. Ja, het is wel zo. En het is... Zeg, wat is het nou allemaal? Wat zit je nou weer te puffen? Jij hoeft toch niet in je rot te rennen? Wat? Hij puft. Zie je de Klaas puffen? Ik zou best een ijsje lusten, misschien wel 2. Hij zou een ijsje... Lust je echt een ijsje? Ik wel. Nou weet je wat, dat doen we gewoon. Dan loop maar even met me mee. Oké. Ja, dat was echt wat je noemt een café glacé à la crème de la Martin. Ja, je hebt diverse soorten ijs, hoor. Je hebt ijskoeps en sorbets. Wat is bijvoorbeeld een dame blanche? 1. 1. 2. 2. 3. 3. Ren! Je? Nou, dat is leuk gedeeld. Ja, en Emiel, erg goed. Ja. Nou, we zullen eens kijken of het of dat juist was. Misschien lust je nog een peshmelba of zo. Genoeg gehad, Tom. Pardon? Ja, het is Klaas. We noemen hem vaak ook Tom, maar het is eigenlijk Klaas. Vaak. Ik heb de helft voor jou bewaard, Martin. Oh, dat is dan voor na de opname. Zit in je jaszak. Ja, zie je. Jullie zien toch niks, hè? Nee.
Nee, dat komt dus. Er zit helemaal niks in mijn jas. Ja. Goed, de volgende vraag. Even een vraag er tussendoor. Hij hoort het nou toch niet. Waardoor ging in 1783, een hele tijd geleden alweer, de papieren ballon van de gebroeders Montgolfier de lucht in? Waardoor? 1. Takel. 2. Door aantrekkingskracht van de maan. 3. Door hete lucht. Ren je! Ze gaan met z'n allen op hete lucht staan, Klaas. En dat is inderdaad juist, ja. Ja, inderdaad. Er zat een brander in die de lucht verwarmde. En daardoor stijgt. Hè? De hete lucht zet zich uit. En dan, oh, niet vallen, Nico. Ga gauw staan. Zo. Gaan wij gauw met de volgende vraag verder, want dat is een verkeersvraag. Met vallen en opstaan. Nee. Nee, ik moet rechtdoor. Ja, ik moet rechtdoor, agent. Ik moet rechtdoor, oom agent. Doorgaan, Martin. Oh. Altijd maar doorgaan. Ja, ik zal doorgaan. Ja, even, wacht even. Maar ik mag er niet in, kijk zelf maar. Doorgaan, Martin. Doorgaan. Ja, ja. Ja, maar wat moest ik nou? Moest ik nou doorgaan? Ik bedoel, met andere woorden, gaat de aanwijzing van een verkeersagent boven een aanwijzing van een verkeersbord? 1. Ja. 2. Nee. 3. Soms. Ren je? Ja, nee, soms. Wat doen we? Ja, we doen het weer. Een close-up vraag. Ja, wat was dat? 1. Een telex. 2. Een telegraaf. 3. Een schrijfmachine. Ren je? Een telegraaf of een tijdmachine? Het is leuk verdeeld, maar het uiteindelijke antwoord is door de meeste inderdaad juist beantwoord. Goed, nou we gaan het nog een keer bekijken. Daar hebben we hem op ware. Luister en kijk naar de Renjerot tussenstand. De tussenstand is voor de Lambertusschool uit Nederweer 20 punten. En voor de burgemeester Torenstraatschool uit Hattem 19 punten. We gaan even kijken. Dus we gaan naar een eend kijken. Een sprekende eend. Sherry genaamd. En Sherry wordt geassisteerd door Haak van Overloop. Zo, en Sherry, nou mag jij wat zeggen. Ja. Want ja, ja ezel? Ja ezel. Nee, Sherry. Ja. Luister eens, jij bent toch netjes, hè? Ja. Wat zeg jij dan tegen alle jongens en meisjes? Zeggen. Zeggen. Tegen de meisjes? Tegen de meisjes. Dag lekkere schatjes. Sherry. Ja. Jij zegt dag lekkere schatjes. Zijn toch lekkere schatjes? Nee. Ja. En wat zeg jij dan tegen de jongens? Dag knullen. Sherry. Ja. Jij zegt dag knullen. Ja. Kijk nou eens in het rond. Ja. Dat zijn toch geen knullen? Nee, hè. Wat zijn het dan? Knulletjes. Nee. Sherry. Ja. Dit zijn hele knappe jongens en meisjes. Oh ja. Die zijn op school. Ik ook. Jij ook. Ja. En wat vind jij dan het leukste van school? Vakantie. Jullie ook? Ja. Sherry. Ja. Ik bedoel, wat leer jij op school? Taal. Nederlandse taal? Ja. Dan ga ik jou wat vragen. Ja. Als ik zeg, ik was mij. Ja. Hij was zich. Ja. Wij wassen ons. Welke tijd is dat? Zaterdag. Nee. Ja. En wat kun je nog meer? Rekenen. Rekenen, dan gaan we rekenen. Ja. Wil je delen? Nee, ik hou het zelf. Zeg Haak. Ja. Nee, ik heb het tegen Haak. Ja. Nee, Haak, hè? Dat hoor ik.
Ja, goed. Zeg, Haak. Ja. Ik kan niet zijn mond niet even. Is het er nou uit? Nog lang niet. Ja, goed. Als het nou maar even afgelopen is, dan. Ja, hoor. Ja, ja, dankjewel. Zeg, Haak. Ja. Kan er niks gebeuren met die eend? Ik bedoel, kan je hem niet het zwijgen toebrengen? Dat Haak? Kan ik wel. Kijk, dan haal ik zo zijn hoofd eraf, hè. Ja. Maar Haak sprak buik, hè? Dat heet zo, buikspreker. Zeg, hoe gaat het nou eigenlijk, Haak, als je, laten we zeggen, 's middags nogal zwaar hebt getafeld, hè? Gaat dat buikspreken je dan net zo makkelijk af? Of? Nou, dat blijft hetzelfde, Martin, want het heeft helemaal niets, maar dan ook niets met je buik te maken. Oh, je spreekt dus niet echt met je buik, maar... Je spreekt met je keel. Ah, gewoon dus echt, gewoon met het slottenhoofd. Dus keel spreken. Keel spreken, nou. Maar ja, hoe dan ook, daar kan ik niks aan doen, je bent toch een buikspreker. Ja. En daar gaan we nou gewoon een vraag over stellen, namelijk, wat is een ander woord voor buikspreken? 1. Een equilibrist. 2. Een ventriculist. 3. Een filatelist. Ik wou dat ik het wist. Ren! Ja! Ik zal jullie een klein beetje helpen. Het juiste antwoord eindigt op is. Ja, inderdaad. Want een filatelist is een postzegelverzamelaar. Een equilibrist, wat een moeilijk woord, hè. Dat was een evenwichtskunstenaar. Zo, daar zijn we uit, jongens. Goed, gaan we even over naar een volgende vraag. Amerika werd een lange tijd alleen maar bewoond door de Indianen. Tot de blanken aan de oostkust landen en langzamerhand steeds verder naar het westen trokken. Hoe verder men het land introk, hoe woester en gevaarlijker werd het land en de gewoonte. Voor een dubbeltje schoten de bandieten uit het wilde westen iemand dood. Helden en schurken uit die tijd zijn veel verhalen verteld. Ja, jongens, wie van de volgende drie helden heeft echt geleefd? 1. Zorro. 2. Billy the Kid. 3. The Lone Ranger. Ren! Ja! En wat doen ze? Wat doen ze met z'n allen op het... Doet u mij? Ik heb al ge... Oh, nou, dat is al. Ja. Heel goed hoor, jongens. Goed, volgende vraag. Dit zijn tekeningen gemaakt door een man die ver in het buitenland bekend is. Hij maakt onder andere ontwerpen voor kalenders, illustreert boeken en heeft Sprookjespark de Efteling ontworpen. Wie is deze man? 1. Anton Pieck. 2. Wim Bijmoer. 3. Maarten Toonderen. Je? Ja, gaan ze allemaal op Anton Pieck staan. En? Ja, het is inderdaad juist. Heel goed, laten we gaan even een kijkje nemen in het theater. Ik ben geboren in Engeland, in York. Mijn ouders wilden dat ik rechten ging studeren, maar ik wilde zeeman worden, daarom liep ik weg. Ik kon aanmonsteren op een schip dat diezelfde dag nog zee koos, en zo begonnen mijn avonturen.
Na verloop van enige tijd kregen we een hevige storm te verduren en ons schip verging. Ik was de enige overlevende. Ik spoelde aan op een onbewoond eiland. Op een zekere dag zag ik op het strand voetsporen. Er waren kannibalen op mijn eiland geland. Ik redde de man die ze wilde opeten en noemde hem naar de dag waarop hij bij mij aankwam. Daarna had ik gezelschap. Later kwam er een schip bij mijn eiland. De bemanning was gaan muiten en wilde de kapitein aan land zetten. Ik bevrijdde hem en met z'n allen veroverde het schip. Daarna bracht hij mij terug naar Engeland. Ik had toen 18 jaar op een onbewoond eiland geleefd. Tja, heel klassiek boek, jongens. Mooi boek. Uit welk fragment zagen jullie overigens net? Dit stukje. Uit welk boek? 1. De Graaf van Monte Cristo. 2. De Drie Musketiers. 3. Robinson Crusoe. Hey. Ren je! Ze hebben het blijkbaar allemaal gelezen, want jou, hè? Ja, ja. Heel goed. Allemaal een bal. En het leuke is, jongens, dat we gaan kijken naar een bandparodist die vanmiddag iets heel anders doet. Hij gaat namelijk een liedje zingen. Een liedje met mevrouw als lampje. Het liedje Willy Wortel. Hier is hij, Rini van der Lee. Van Donald Duck, van een dag op werd een van Guus geluk. Ik vind elke dag iets anders uit, ben jij helaas het meeste mislukt. Waar ik zit of lig of sta en waar ik kom en waar ik ga is Lampie. En hoe wij ons best op doen is zonder dat te zeggen van een rampie. Dat we uitvinden zingt, oh de klonje door ons gemaakt stinkt. Het is geen wonder na die gekke avonturen dat haast iedereen zingt. Willy Wortel, ik doe bijna altijd alles verkeerd. Willy Wortel, en ik heb al zoveel geprobeerd. Wat moet ik doen? Lampie was nog de leen en maakte mij nerveus met zijn geknipper. Daardoor speelde ik misschien wat te veel. Jongen, jongen, wat heeft Lampie gegil. Want de balken op zijn kop terecht en toen sloeg kleine Lampie op deel. Willy Wortel, en ik heb al zoveel geprobeerd. Wat moet ik doen? Iemand vroeg aan Willy, kun je helpen? Want mijn kachel wil niet branden. Het is ontzettend koud bij mij in huis. Het is toch wel een grote schande. Ik was met die opdracht wel in mijn schik. Had die kachel hier en daar dus een tik. Nou, die wilde heus wel branden, maar oh, toen ging het huis in de fik. Willy Wortel, ik doe bijna altijd alles verkeerd. Willy Wortel, en ik
Wortel, oftewel Rini van der Lee. Ja, ja, lekker hè. Zeg, wat was Willy Wortel eigenlijk? 1. Een gelukzoeker. 2. Een uitvinder. 3. Een miljonair. Ren! Je! Oh, ik ben zo benieuwd, hè? Hebben ze het allemaal? Ja, allemaal goed. Dat is misschien ook wel aardig. Even een vermommingsvraag. Allemaal goed gezien? Ja? Wie is dan deze deftige dame? Hey. 1. Willeke Alberti. 2. Wieteke van Dort. 3. Martine Bijl. Ren! Je! Allee! Wat doe je? Weet je het zeker? Weet je het zeker, Marcus? Dat ga je nou, prima hoor. Als had je een bal gemist. Ja, dat is lekker zeg. Nou, even kijken. Emiel, je hebt een heleboel. Nico, ietsje. Nou. Zeg, Nico, wat heb jij trouwens daar voor een ding op je borst? Oh, we krijgen daar nog even Wieteke te zien. Wacht even. Kijk. Ja. Goed, dat was Wieteke dus. Hè? Heel duidelijk. Ja, ik had net over jouw ding op je borst. Emiel, ja, Emiel heeft er ook een. Jullie hebben er allemaal een, zie je. Oh, wacht. Ik heb er zelf ook een. Wat staat er eigenlijk op? Kun je het lezen? Het is niet Nederlands. Het is een hele makkelijke taal eigenlijk, hoor. Het is Engels, hè. En er staat run around, staat erop. Kijk, ja, zie je wel, Emiel. Zie je wel? Ja, run around. Run around betekent eigenlijk ren je rot. Of ren je rot betekent run around. Het is namelijk zo, in Engeland hebben ze ook zo'n programma. Dat heet daar dan run around. Het is misschien wel leuk om even over te gaan naar Engeland. Naar de Engelse presentator. Dat doen we nu eventjes. Right. Anybody got it? Hello, Martin. Kids of Holland. This is our studio in Southampton. This is where we make our version of Runaround. Now, we think that we've got a little bit of a better program here. For instance, we had terrific prizes, and our kids make all the lot of noise. Don't you, kids? Let them out! See, that's the way we play the game over here. Entirely different to you. Now, I understand we're coming over there to see you kids in Holland and have a game with you over there. We are looking forward to it, because we are bright. We are so intelligent over here. I want to tell you. Darlings, see you soon. Oh, no, 1 minute. I'll tell you what I'd like to do just before we go. You know you've got Tom, see? We haven't got a Tom. We've got a Jude. Hi, Jude. Say hello to the people, darling. Hello, everyone. So, hello, everybody in Holland. Hello, everyone in Holland. Doesn't she say it lovely? We've got all sorts of bells here, because I'm not all that clever. I make a lot of mistakes and that. But she's here. Ring the bell, bud. Ding dong, ding dong, ding. That's in case I make any mistakes. Now, really looking forward to seeing you. Be lucky. Martin, back to you, because we've got a game to play here. See you soon. Talk soon. Fijn, fijn. Hartelijk dank, Mike Reed. Want dat was hij, de Engelse presentator. Goed, wat gaat er namelijk gebeuren? Wij gaan met dit programma Ren je rot naar Engeland. Gaan we het opnemen met een Engelse school. Dus een Engelse school tegen een Nederlandse school. Dat is ook weer wat anders. Best leuk ook, vind je? Ja. En dat gaan we uitzenden 5 juni. Kijken jullie toch ook allemaal weer, hè? Ja. Hartstikke lekker. Nou, gaan we nu kijken naar de eindstand. Dat moet het helaas weer zijn. Ja, helaas. Ter en kijk naar de Renierot eindstand. Ja. Nou, 46 punten voor de Lambertusschool uit Nederweert. 45 punten voor de burgemeester Toornstra School uit Hattem. De Lamberte School heeft dus gewonnen en daarmee ook een cassette recorder. En voor alle deelnemers hebben we een mooie fotocamera. Ja, dat is het jongens. Iedereen krijgt tenslotte toch een fotocamera. Dus iedereen heeft eigenlijk gewonnen. Ja, gaan we daar gewoon vanuit? Doen we. Van harte gefeliciteerd. Jullie in de eerste plaats, omdat jullie toch eigenlijk gewonnen hebben. En voor jullie, nou ja, sowieso ook een van harte proficiat. Alleen om meegedaan te hebben, ik vond het hartstikke leuk. Jullie toch ook? Ja. En jullie uiteraard ook. En thuis vonden we het hartstikke leuk om gekeken te hebben. En daarom zou ik aan jullie willen zeggen, ja, tot de volgende keer. Dan kijken jullie toch ook weer? Ja? Oké, tot ziens. Dag, Paul. Kijk,
laatste aflevering van Renje Rot. Deze maal met Haak van Overloop, Sherry, Rini van der Lee als Willy Wortel en natuurlijk Hanneke van het Dierenpark Wassenaar. Speciale gasten waren deze maal Martin Brosius en Klaas Vaak, tekstbijdrage Harry Oudekerk uit Naarden, Scrub Girl Thea Park en productie en regie. Productie en regie, Tia van Damme en Paul Boots. Kom nou op, jongen, anders missen we Suske en Witske nog. Ja, gaan we. Hey, Suske en Witske. En Tante Sidonia. En dan natuurlijk Lambiek en Jeroen. Zijn beste vriendjes en gaan altijd samen op avontuur en het samen willen. Suske en Wiske zijn pientere kinders. Tante Sidonia beheerst elk gesprek. En voor Jeroen is geen vijand te machtig. En die Lambiek is wel gek, maar niet goed. Hè? Is wel goed, maar niet gek. Oh. Kinderen, we zijn wel in een ingewikkelde avontuur beland, zeg. We zaten dus diep onder de aarde, opgesloten in de Terranef van professor Barabas, waarmee we waren afgedaald. Dat hadden we gedaan omdat een dwaallicht verteld had dat een volk van dwaallichten hier op bevrijding wachtte in een grot vlak naast de schatkamer van koning Oberon. En die schat hadden we tante Sidonia beloofd voor dat kinderthuis waarvoor zij juist geld inzamelde. Anders had ze ons misschien niet zo...